kun je beter de kracht. Dat Christopher Bolen onderzoekt de grenzen van beeldbepalende verstoringen in stedelijke omgeving in relatie tot de schoonheid. Denk bijvoorbeeld aan reclameborden die te pas en te onpas geplaatst worden. Tenminste, zo heb ik hem even geïnterpreteerd. Reclameborden worden overal neergezet. En zelf vind ik een heel mooi voorbeeld in Almelo, het reclamebord dat staat bij het oude belastingkantoor. Dat het werk van Hans Petri, zo'n groot betonblok is dat, inklemt tussen twee grote borden. En die borden die staan er echt al een jaar of 5, 6 denk ik. En op een gegeven moment gaan mensen gewoon aanvaarden dat die borden daar horen. Dus die verstoring die door reclame mensen is gedaan in de openbare ruimte, die wordt aanvaard. En gaan ze meespelen, zijn ze een deel van het esthetische omgeving eigenlijk waar we ons als in een stad in begeven. En dat is natuurlijk met kunst ook zo. Op een gegeven moment wordt het aanvaard wat er staat en gaan we het bekijken alsof het erbij hoort. Wat is gespeeld bij wat ik ga doen? Ja. Bij hoe ik ga doen. Dus heel lang naar de is alleen voor mensen die er hardcore lang naar gaan kijken. Ja, ja. Een stoel. Nou, die werk heet Disturbance en voor mij is een disturbance dus een verstoring, als halt die punt van waar iets nieuws kan beginnen, een nieuwe startpunt en een verandering kan plaatsvinden en ook positieve veranderingen, ook als een disturbance op het eerste moment misschien niet positief lijkt. Er zit nog licht bij, zodat het ook van verder weg ook te zien is. Komt hij ook met zijn ijzerspullen? Oh, maar ze hebben hier. Hoi. Ik heb mijn opleiding gedaan in Enschede, in de Nederlands dus. En dus ben ik wel heel blij hier weer terug te zijn voor een expositie. Ja, 1 jaar geleden ben ik afgestudeerd inderdaad. En nou ben ik gewoon weer in Duitsland en ben nog steeds aan het studeren verder. Nou, ja.